Menig fietser bezondigt zich er wel eens aan. Aan de verkeerde kant van de weg fietsen. Of op het fietspad tegen de stroom inrijden, omdat dat net even wat tijd scheelt. Dit spookrijgedrag zorgt steeds vaker voor irritatie bij andere fietsers en weggebruikers. In de Metro van maandag viel te lezen dat de Fietsersbond dan ook in toenemende mate klachten krijgt over spookfietsers. Hoe leven die gevoelens in een relatief fietsvriendelijke gemeente als Nijmegen? Nou, op zich geen probleem als we niet in de weg fietsen. Er zijn soms ook wel eens wegen waar je gewoon niet goed kunt fietsen, waar zelfs geen fietspad is. Dus dat je bijvoorbeeld op de stoep loopt en daar kom je dan een spookrijdende fietser tegen. Dat kan. Levert het ook wel eens gevaarlijke situaties op? Dat kan ook, ja zeker. Ja, als mensen als een maloot fietsen en dan ook nog op de verkeerde strook, ja, dan is het niet handig natuurlijk. Nou, wat irritant is als je zelf iemand wil voorbijsteken, wil passeren, als er dan iemand tegemoet komt. Ja, dat is gewoon irritant. En best wel gevaarlijk, kan het zijn. Ja. Wat ik wel eens doe is op de stoep fietsen. Tegen het verkeer in. Omdat het korter is. Ja, dan ben ik bijna thuis en dat is wel handig dan. Ja. Fietst u zelf wel eens aan de verkeerde kant van de weg? Ja, daar ben ik heel eerlijk in, ja. Ja. De Fietsersbond krijgt in toenemende mate klachten over spookfietsers. Hoe is dat voor jullie als lokale afdeling? Ja, die berichten, die klachten die bereiken ons natuurlijk ook. En dat is voor ons bijna niet te bestrijden probleem. Het zal in Nijmegen niet anders zijn dan landelijk. En de gemiddelde fietser die houdt zich aan de spelregels. Maar er zijn natuurlijk altijd mensen die toch een wat kortere route kiezen uit een soort gemakzucht. En dan aan het spookrijden zijn. Het spookrijgedrag van fietsers komt vaak voort uit luiheid, gemakzucht en lamlendigheid. Volgens de Landelijke Fietsersbond doen veel fietsers dit uit tijdwinst of omdat ze het veiliger vinden als de infrastructuur als onlogisch of onveilig wordt ervaren. Kun je er iets aan doen als lokale afdeling? Ja, als afdeling zelf kun je daar heel moeilijk aan doen. Je zou nog eens kunnen overwegen om in samenwerking met de politie een actie te ondernemen. Het naleven van de spelregels toch weer eens een keer gaan benadrukken. En wat voor het handhaven van de regels. En verder een publieksactie zoals ook de fietsverlichtingsactie. Hè. Ik wil je zien, die stickers en zo. Zoiets zou je misschien kunnen opzetten, maar verder sta je als plaatselijke afdeling natuurlijk ook redelijk machteloos tegen het probleem.